Pothom heeft een eindoefening van 3 weken achter de rug in Engeland, waarvan we de laatste week hebben doorgebracht op het CTC. Dat is het Commando Training Center van de Engelse Mariniers in Limpston. Op het CTC hebben we diverse fysieke activiteiten gedaan, waaronder de commandotesten die ook de Engelse mariniers afleggen om hun groene beret te halen. One, ready, go! Yes! De zware test die de Adelbos hebben afgelegd is de Endurance Course. Dit is een uitdagende hindernisbaan in het bos, bestaande uit diverse waterhindernissen en tunnels onder de grond. Hierbij moeten de Adelbossen tot het uiterste gaan om deze binnen de gestelde tijd af te leggen. En daarna volgt een snelle verplaatsing en speedmars terug richting het kamp waar de finish is. Daarnaast hebben de Adelborsten van de Pothom onder leiding van Engelse mountainleaders een dag klimmen en afdalen beoefend in de bergen. Hierbij hebben ze op diverse manieren rotswanden beklommen en weer afgedaald. En ze hebben ook nog een rivercrossing uitgevoerd. De laatste test die de Adelborsten hebben afgelegd is de 30 miler. Dit is een uitdagende verplaatsing van ruim 50 kilometer door de bergen die de Adelborsten afleggen met volledige bepakking. Met het afleggen van de 30 miler hebben de Adelborsten de Pothom afgesloten. Ruim 11 maanden geleden zijn we begonnen met 43 cursisten en vandaag hebben 16 Adelborsten de eindstreep gehaald. Deze mannen hebben de afgelopen periode laten zien dat ze over de juiste leidinggevende capaciteiten beschikken, een goede fysieke gesteldheid en een uitstekend doorzettingsvermogen.